Zo spontaan. Ah, mensen huilen. Ongelooflijk. Wat bijzonder. Mensen hebben niks door. Ik denk dat mensen niks door hebben. Jongens, superleuk dat jullie er zijn. We hebben een hele leuke middag voor jullie in elkaar geflanst. Zijn jullie benieuwd wie er komen? Nee, kom op. Zijn jullie benieuwd wie er komen? Ik denk dat als straks al die glaasjes wijn op zijn, dat er dan veel meer, dat er nog meer geluid uitkomt. We hebben de 6 genomineerden voor de Vrouwen in de Media Awards. Ze houden jullie van vrouwen? Ze zijn hier samen met de organisator. We hebben Danny Jager. Hij raakte een paar jaar geleden betrokken bij een ongeluk met zijn brommer en heeft nu een dwarslesie. En de artsen zeiden dat hij nooit meer kon lopen, maar hij is hier en hij gaat lopen. En Jomanda is er niet, dus wat is er aan de hand? Hoe kan dit? Hij gaat het vertellen. Ook de gast, kent iemand Hans Hanneman? Ja, hij is echt beroemd, hè? Hans Hanneman is hier! Hij is dus een bekende, markante Groninger en hij deed afgelopen jaar mee aan The Voice. Dus nu kent het hele land hem. En hij had nog tijd in zijn agenda om bij ons een liedje te zingen. Dat gaat hij doen. Chun Seng Yan is er ook. Hij woont in Groningen, komt uit China, maar bestaat eigenlijk niet op papier. Maar hij is hier wel, maar hij bestaat officieel niet. Hij is hier samen met Rob Zijlstra, die zijn schrijnende verhaal voor het eerst naar buiten bracht in het Dagblad van het Noorden. Zij zijn hier. De dichter des Vaderlands is hier. Ja, en dit is dus... Ik heb net nog gevraagd hoe ik dit uitspreek. En Tugul Sirakokolu is ook hier. Nou, beter bekend als Frisse Kater. Hij heeft een bedrijf dat extreme situaties... zij maken extreme situaties schoon. Bijvoorbeeld een kamer waar 3 maanden een lijk heeft gelegen. Een kamer vol menselijke ontlasting. En hij heeft een YouTube-kanaal dat heet Frisse Kater. En daar, ik heb dus al die filmpjes gekeken. Het zijn best wel heftige filmpjes. Zo interessant. Hij komt hier vertellen over zijn werk en over zijn YouTube-kanaal. Is dit het? Ja. Maar we gaan nu beginnen met de eerste gast. Ik kwam een paar maanden geleden voor het eerst in Groningen. Nou, niet voor het eerst in Groningen. Voor het eerst voor deze talkshow in Groningen. En toen had iedereen het over 1 iemand. En dat is dus de volgende gast. En toen heb ik me ook laten vertellen dat Groningers heel zuinig zijn. Zeg je zuinig? Dan zeg je Groningen, dan zeg je zuinig. Zeg je zuinig, dan zeg je korting. Zeg je korting, dan zeg je... Oh mijn god, het is echt... Ik ben in een hele nieuwe wereld terechtgekomen. Of zoals haar officiële titel luidt, de Groningin des afprijzing. Ze is hier, internetsensatie Gea Kramer. Woe! Nou. Iedereen kent jou, hè? Gea, ja. Mag ik je badjas aannemen? Want ja. Jij bent onze badgast. Een bad voor korting. Heerlijk. Zal ik hem aannemen? Oh. Dank je wel. Voilà. Wat ziet er leuk uit. Dank je. Moet ik je helpen? Alsjeblieft. Moet ik je... Ja, ik doe het altijd zo. Ga lekker zitten. Dank je. Nou. Zo. Nou, die zit. Wat leuk dat je er bent. Wat ga je nou doen? Vloggen. Oh, ze pakt meteen de telefoon erbij om te gaan vloggen. Gea, even voor de mensen die... Voor één apenkop die niet weten wie jij bent. Wie ben jij? Wat doe je? Waarom zit je hier? Nou, ik ben Gea Kramer. Ik ben binnenstadbewoner. En ik ben Kortings Groningen. En ik ben altijd op zoek naar kortings in de stad. En ik maak daarbij ook nog straatfilmpjes. Ja. Ja, inderdaad. Je brengt het nu allemaal heel erg alsof het iets normaals is. Hè? Maar dat is het natuurlijk niet. Zullen we even gaan kijken? Ja, is goed. Ja, dat denk ik wel. Gea? Oh, heeft u kortings? Kortings. 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 Wauw. Kortings. Even de vriezer weer volgooien. Kortings. Kortings, kortings, kortings. Kortings. Heeft u kortings? Wat vind jij nou zo leuk aan korting?
Kan je dat eens, wat doet korting met jou? Nou, dat vind ik wel kicken. Dat is mijn sport. Ja. Als ik kortings heb gevonden, dan krijg ik wel een adrenaline-stoot. Ja? Ja. Dus het is een soort permanente zoektocht. Ja. Naar iets een beetje van de prijs af. Ja. Dat kan je iedere dag doen. Gewoon onderweg. In je eigen stad, in je eigen supermarkt. En hoe gaat dat dan? Hoe ziet een dag van de Groningen eruit? Nou, korting dan, hè? Ja, ik ga meestal wel iedere dag boodschappen doen. Want ik woon in de binnenstad. Dus als ik mijn deur open doe, dan sta ik al in de binnenstad. Dus ik ben iedere dag wel even buiten. En dan ga ik boodschappen doen. En ik loop onderweg door de Heerstraat. En dan? En daar zie ik ook weer van alles. En wat zie je dan? Ja, ik zie... kortings. Maar waarom zeg ik steeds met een S? Het is toch korting? Nee, dat is Gronings. Gronings? Ja. Wij zeggen hier ook geen aardbevingen, maar aardbevings. Maar dat klopt niet, toch? Nee. Maar het is wel snel klaar. Ja, precies. Het scheelt een paar letters. Ja. Oké. Okay. Tiet is geld natuurlijk. Kan je vertellen... Er zijn bepaalde kortingen die jou extra aanspreken. Stel nou dat er staat 3 krentenbollen halen, 2 betalen. Doet dat het ook voor jou? Nee, daar kik ik niet echt op, nee. Nee? Nee, dat is maar leg eens uit dan. Nou, ik kijk voornamelijk dan naar de dingen die ik eet. Ja. Die ik lekker vind. En die wil ik graag met kortings. Kortings. dus... Kan je eens vertellen over je laatste korting? Want ik vraag me zo af, gaat dit over tientallen euro's? Gaat dit over 20 cent? Hoe? Nee hoor, dat gaat over je boodschappen doen voor 60% in plaats van 100%. Ja. En hou je dan ook dat geld wat je bespaart? Stop je dat, staat het op een Zwitserse bankrekening? Geef je dat weg? Nee, daar kijk ik altijd niet naar. Nee, het staat niet op een Zwitserse bankrekening. Oké, okay, maar je profiteert er gewoon van? Ja. Oké. Okay. Is er een korting die jij graag nog een keertje zou willen tegenkomen? Zijn er kortingen waar je van droomt? Ja, ik krijg een echte geweldige kick van 100% korting. 100% kortings? Ja. Wat leuk. Nou, ik help het je hopen. Er zijn hier, we hebben een bad vol korting. Het ligt ook, het is ook een beetje overheen gegutst, de korting. Vind je het leuk om hier misschien te blijven zitten? Ja, is het voor de komende week? Want dan schrijf ik even wat op. Ik ga ervan uit dat het allemaal heel erg actueel is. Ja. Blijf lekker zitten. Je mag Dankjewel. Ook vroegen. Oh, leuk. Trouwens, dat heb ik er net helemaal niet gezegd. Als jullie, doe ook lekker mee, hè. Ik hoor al mensen gewoon die door me heen roepen. Dat is echt de bedoeling. We hebben ook een microfoon, ding, dobbelsteen, apparaat. Want we vinden het heel leuk als jullie... Is er bijvoorbeeld iemand die een vraag aan Gea heeft? Ik bedoel, aan de Groningin. Of iets, of een opmerking heeft, of een tip voor mij. Van, goh, dat moet je toch anders doen. Ik heb dit altijd al eens willen doen. Zal ik dit gewoon doen? Waar zit iemand zonder glas? Nee, ik gooi hem gewoon een beetje zo, jij in het roze... Is dat leuk? Nee, je hoeft niks te doen, maar je moet hem alleen maar even vangen. Dan is hij gewoon in het publiek. Oh, sorry. Oh, wow. Oké. Okay. Ja, dus als je gewoon tussendoor iets wil zeggen, dat vinden we heel leuk. Oké. Okay. Graag een heel groot applaus voor Gea Kramer. Ja. we gaan naar... we gingen deze talkshow in elkaar zetten... En toen zei ik eigenlijk, ik wil gewoon deze wil ik gewoon als gast. Want ik heb al zijn filmpjes gekeken. Als ik tegen mijn vrienden zeg dat ik dat kijk of dat ik het doorstuur, dan zeggen ze allemaal, nee, haal het weg. Ik wil dit niet, waarom doe je dit? Hij heeft namelijk een bedrijf. Hij maakt hele, hele vieze plekken schoon en vlogt daarover. Hij heeft een hele moeilijke naam. Hij heeft het net uitgelegd. Volgens mij spreek ik het uit als Toeroel. En hij is bekend onder de naam Frisse Kater. Leuk dat je er bent. Ga zitten. Yes. Ik denk, voordat we gaan beginnen... Ja. dat we gewoon even beeld erbij nodig hebben. Hè? Jongens, pak degene naast je stevig vast.
Het gaat beginnen. We hebben nu het bloed nat gespoten een beetje. Ah, het stinkt ontzettend erg. Moet je kijken ook hoe hard dat is vastgekoekt. We gaan even een ander middel eroverheen gooien, denk ik. Want dit is niet te doen zo. Ik heb nu een speciale middel hieroverheen gegooid. Je ziet nu al de bloed langzaam afgebroken worden. Althans, ik zie het. Ik weet niet of jullie dat op beeld kunnen zien. Maar dit breekt alles voor ons af. We krijgen vaak in de comments te lezen van ja, gebruik zout met water en dat soort dingen. Ja, dat werkt ook. Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat duurt allemaal veel te lang voor ons. Wij werken met veel zwaardere chemicaliën voor dit soort dingen. Zodat we zo snel mogelijk een plek schoon kunnen krijgen. En dat het voor de klant uiteindelijk ook minder kost. Uiteindelijk willen we het zo snel en zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk doen. Je ziet dat het er nu al makkelijker afkomt. Eigenlijk moeten we hem nog iets langer in laten werken, maar... Dan hebben jullie al een idee, zie je, hoe moeilijk het net eraf kwam en nu gaat het wel redelijk soepel. Even, ik ken het allemaal al, maar leg even uit, wat zien we hier? We zien hier een locatie waar iemand is overleden. Die heeft ongeveer 3 weken gelegen. Heeft waarschijnlijk een hele zware maagbloeding gehad. En is ja letterlijk doodgebloed. Mm-hmm. En ja, dat zien we. En dat waren we aan het opruimen. Ja. Je komt daar dus dan aan. Je weet wel wat er is gebeurd. Zeg, wat is jouw briefing? Nee, vaak weten we niet wat er is gebeurd. Vaak krijgen we te horen dat er ligt een beetje bloed. Of er liggen 2 of 3 vuilniszakken. Maar dat blijken 200 te zijn. Of liters met bloed. Ja, ja. Dat was hier ook het geval. Ze zeiden van ja, er ligt wat bloed. Er is iemand overleden. Maar we durven niet echt de woning in om te kijken. Ja. Dus zouden jullie dat kunnen opruimen? Ja, dan kom je daar en dan zie je dit. Mm-hmm. Misschien kunnen we dat ene fragmentje even doen. Ja, ik wil dat jullie het even een beetje zien. Weet je wel, anders dan denk je... Nee, die van... Zoals de persoon ook heeft gevonden. Dat de politie de polshoogte is genomen. Ja. Je ziet de maden al op de vloer liggen. Schrik niet, mensen. Het is echt heel heftig. Je ziet hier de afdruk van de persoon liggen. Je moet wel maar eruit gaan halen. Hier ontlasting en dergelijke. Alle vervuiling. En... heel zielig, heel triest. We gaan jullie niet meer laten zien, we gaan echt alleen dit filmen. Uit respect ook voor de nabestaanden en dergelijke. Eigenlijk voel ik me er niet eens prettig bij om dit te delen. Ik zal achteraf ook even kijken of dit überhaupt online gaat komen. Als we het mooi op beeld kunnen brengen met respect. Onze bedoeling is niet om amusement of zo online te zetten. Of voor de lol dit soort video's te delen. Maar om echt mensen bewust te maken dat de hulp beschikbaar is. Dat ze dit niet zelf hoeven te doen. En dat wij er gewoon met respect mee omgaan. En mensen echt willen helpen. Ja. Jouw opdracht, wat ik uit jouw vlogs heb begrepen, is eigenlijk al het biologische materiaal verwijderen. Dus ja. De menselijke... Het lijk is al weggehaald als jij aankomt. Dat ja. doen de andere mensen. Wie doen dat eigenlijk? De rote? Ja, de politie of, ja. of van de uitvaartondernemer. Ja, precies. Ja. Daarna kom jij erin om de andere resten, die vieze beddenlakens, weg te halen. Ja. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Het hangt echt van de opdracht af. Meestal maken we eerst een kleine ruimte schoon waar we onze spullen kunnen neerzetten. Dus onze materialen, de chemicaliën, et cetera. En vanuit daar gaan we dan verder werken. Dus laten we zeggen, het is een matras dat opgeruimd moet worden. Nou, dan gaan we eerst het stuk om het matras heen schoonmaken, zodat we niet overal doorheen lopen en alles kruisbesmetten. En dan gaat het matras rustig weg, dat wordt in stuk gehakt en ingepakt. En dan het bedframe, dat wordt dan op zijn kant getild, dan kunnen we eronder bij, dan gaat de vloer eruit. En eigenlijk als je niks meer ziet, dan kunnen we de ruimte helemaal desinfecteren. En dan kunnen we ook de geur verwijderen en dan is het gewoon een normale woning weer, of een normale ruimte. Ja. Ik ken een filmpje van jou dat jij een bokspring schoonmaakt. Of daar heeft ook iemand opgelegen. En je gaat eigenlijk laag voor laag
ga je dat bed ontmantelen. Ontmantelen. Ja. En dan blijkt dat lijkvocht gewoon helemaal eigenlijk tot bijna de onderste laag gewoon is doorgedrongen. Ja. En dan daaronder vind je nog een hele larvenfamilie. Ja. En dan doe jij dat allemaal met een soort... ik vind het zo knap dat je... want je zegt ook van ik tril een beetje. Maar je doet het wel allemaal. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Want je vindt het dus wel eng en een beetje vies en spannend. Zet je dat dan uit? Ja, het gevoel van eng, dat is echt in het prille begin dat je hiermee begint. Want dan heb je echt het gevoel van, heb ik het juiste pak aan? Heb ik het juiste masker op? Je bent bang dat je iets gaat oplopen. Maar op een gegeven moment word je daar steeds meer, krijg je steeds meer zelfvertrouwen erin. Dus het gevoel van eng, van ik ga iets oplopen, heb je niet meer. Ja. Maar het gevoel van, er is hier iemand overleden en ik ga dat zo meteen opruimen. Dat blijft altijd, het geeft een bepaalde adrenaline die je gewoon niet kan kwijtraken. Het is net alsof je op de Olympische Spelen staat en een 100 meter sprint gaat doen. Die mensen hebben elke dag getraind, jarenlang, en nog zie je ze trillen. Ja. Dus dat is een beetje wat wij ook voelen op dat moment. En dan begin je eenmaal aan het schoonmaken, dan gaat dat gevoel weg. Maar dan ga je gewoon aan het werk. Je gaat gewoon op automatisch piloot. Ja. Op een gegeven moment ben je gaan vloggen. Vinden mensen dit niet gek? De nabestaanden, weet ik veel... Ja, we hebben gewoon standaard in de voorwaarden staan dat we alles mogen vastleggen. Oh, ja, maar dat doen we, quitclaim. Ja, maar dat doen we ook voor onze eigen veiligheid. Voor ja. Mocht er iemand zeggen van, jij hebt dit kapot gemaakt of dit is weg. Maar goed, vastleggen is iets anders dan publiceren. Ja, en daarnaast hebben we ook in de voorwaarden dat we het mogen publiceren voor eigen gebruik of voor derden. Ja. Maar we hebben er ook in staan dat als iemand er echt aanstoot aan geeft, dat gewoon verwijderd wordt. En je ziet ook de dingen die we filmen het echt vanuit bepaalde hoeken en erg close... heel veel close-ups, dat je eigenlijk niet ziet waar het is of wat het is of waar het om gaat. Want privacy is gewoon superbelangrijk. Ja. Je hebt onder de kijkers, zeg maar, hebben we ook verschillende soorten kijkers. De een kijkt gewoon, die gewoon kikt op bloed en dat soort dingen. Die is gewoon helemaal gek erop. We krijgen ook aanvragen soms van, ja, mag ik gratis met je meelopen? Want ik wil... dat wil ik ook. Ik wil weten hoe lijklucht ruikt of... Dit is... dit wil... Nou... Ik ben er dus zo benieuwd naar. Ik had wel een doos voor je kunnen meenemen, moest je me zeggen. Dan trek ik hem zo open, kan je even... Dit is precies de grap die ik heb gemaakt. Kan hij niet een potje meenemen en dat ik dan aan die lijklucht... Ja, we hebben van die containers met bebloed materiaal erin. Wat naar verbrandingsover gaat, Ik denk er nog even over na, Ik kan een keertje langskomen dan. Dat durf ik dan maar niet. Dat scherm is toch ook wel heel veilig. Is er misschien iemand die een vraag heeft of een opmerking? Ik vind het geweldig wat die meneer doet, dat bedrijf. Fantastisch. Dank u wel. Heel dankbaar werk, denk ik, hè, voor de nabestaanden. Ja. En ik vraag me af hoeveel bedrijven zijn er in Nederland die hetzelfde werk doen. Want het lijkt me dat er meer nodig zijn. Ja, het zijn er heel weinig. Het zijn een handjevol bedrijven. Maar wij zijn wel de enigen die ons uitsluitend hiermee bezighouden. Dus we hebben geen... we doen niet aan kantoor schoonmaken of zoiets. En we zijn ook de enigen die er... openlijk voor uitkomen en op grootschaal, zeg maar, adverteren, zou ik dan maar even zeggen, zijn wij wel de enige in. Dus we hebben wat dat betreft wel een unieke positie. Nou, sorry. Ik was benieuwd, jullie hadden het er net over een bed, dat je dan laag voor laag voor laag schoonmaakt. Waarom gooi je dat bed niet gewoon weg? Wat een goede vraag. Ja. Die vraag krijgen we heel vaak. Dat heeft ermee te maken dat enerzijds het transporteren kan lastig zijn. Bijvoorbeeld het matras waar Tim het over had. Als je daarin ging grijpen, zeg maar, dan liep het zo over je arm heen. Dus je kan je voorstellen dat het transport daarvan is niet makkelijk. En daarnaast moeten dat soort dingen moeten verbrand worden. Want dat is zwaar chemisch afval, zeg maar. Dus de afvalbedrijven hebben daar geen reguliere afspraak voor, zeg maar. Dus je kan dat niet zomaar bij hen aanbieden. Dus dan moet je weer een aparte prijs maken en dat wordt weer heel duur. En dan wordt het weer heel duur voor de klant. Dus het is goedkoper om het op te knippen in stukken en dan zo aan te bieden. Oké, ik wil je echt heel erg bedanken voor je komst. Jongens, frisse kater dus, het YouTube-kanaal. Mocht je een keertje niks te doen hebben en zin hebben in wat leerzame filmpjes. Dankjewel, graag een groot applaus voor frisse kater. Toeroen. Heel erg bedankt. Dank je wel, Tim. Dank je.
We gaan naar het verhaal van Chun Sheng-yan, de man die niet bestaat. Chun kan niet aantonen dat hij is wie hij zegt te zijn. Dat maakt dat hij geen verblijfsvergunning kan krijgen. Hij mag hier niet zijn, maar hij is hier wel. Hij zou terug willen naar China, naar het land waar hij 32 jaar geleden geboren is. Maar China wil niet aannemen dat Chun een Chinees is. In Nederland loopt hij tegen eenzelfde soort bureaucratie op. Dit is een voorbeeld van tussen de wal en het schip vallen. We gaan Chun erbij halen. Chun is hier samen met Rob Zijlstra, die als eerste het verhaal naar buiten bracht in het Dagblad van het Noorden. Kom er maar bij! Chun Sheng-yang en Rob Zijlstra. Hoi Chun. Jij mag hier zitten. Rob, je mag hier zitten. Hoi. Hey. Hallo. Hey. Ga lekker zitten. Chun. Ja. Wat een bizarre situatie. Ja. Ja. Hoe is dat voor iemand? Voor een mens? Om niet te bestaan, zeggen ze dan. Ja, niet bestaan. In leven, maar ik ben niet bestaan, ja. Ja, heel vervelend. Mm-hmm. Ja. Kan je vertellen, je bent geboren in China. En nu woon je hier zonder papieren. Wat is daar gebeurd? Daar is een hele verhaal. Ik ben door de mensenhandel gebrand naar hier. Ik wil helemaal niet weg van mijn eigen land. Ja, toen ik hier kom, ja, dat gebeurt heel veel. Nederland werd voor mij helemaal nieuw. Ik begrijp het ook helemaal niet. Dan komt er allemaal nieuwe procedure. Mm-hmm. Toen in die tijd, ik mag niets doen. Ik mag niet naar school, mag niet werken. Eigenlijk mag ik gewoon niet, helemaal niet. Dus daar vind ik heel veel. Dat maakt mij gewoon kapot, eigenlijk maar. Uh-huh. Ik ben leven net als een vogel in de kooi. Ja. Ja, ik kan nergens heen. Want jij bent, sorry, dus je bent door mensenhandelaren verhandeld naar Nederland. Ja. Misschien mag ik even verduidelijken. Wat Chun, denk ik, uitlegt, is dat hij via een mensensmokkelroute vanuit China naar Nederland, naar Europa is gebracht en uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen. Dus hij heeft geen treinkaartje gekocht en toen op de trein gestapt. En dat is, ja, dat wordt georganiseerd. Ja. En het speelde zich af 2002, 2003 ongeveer. Hè. En uit die tijd is bekend dat vanuit de Chinese maffia veel kinderen, jonge mensen, vanuit China Europa werden binnengesmokkeld. Volgens de zogeheten Ruslandroute, wat jij vertelt. Hè. Ja. Moest ook 's nachts lopen door de sneeuw, dan weer in treinen, in dozen, op vrachtauto's. Dus het is een bizarre tocht geweest. Maar en waarom worden die kinderen dan naar Europa gebracht? Wat is dan het doel? Prostitutie, werken. Maar er worden gewoon kinderen gestolen en die worden naar Europa verkocht. Ja, verhandeld, ja. Verhandeld. Ja. Jij bent journalist. Ja. Jij kwam dit verhaal op het spoor. Hoe ging dat? Ik ben gebeld door mensen die zich om Chun bekommeren. En die hebben mij gevraagd, we hebben een bizar verhaal waar we tegenaan lopen. Een verhaal wat om een oplossing vraagt. Hè? Want als je aan Chun vraagt van God, hoe gaat het met je? En je vroeg het uit, dan zegt Chun, ja, vervelend. Ja. Maar wat hier gaande is een menselijk drama. Hè? Ja. Deze man die zit hier gevangen, kan geen kant op. En zit al, nou ja, noem het 12 jaar vanaf jaar 18 dat je volwassen of meerderjarig bent geworden. In een uitzichtloze situatie. Ja. Een situatie. Want even, de situatie is, hij is dus verhandeld. Dus je hebt hier geen papieren. Nee. Hij is hier illegaal. Ja. Hij mag niet werken, niet verzekerd. Mag niks. Ook niet wonen eigenlijk. Nee. Je kan eigenlijk niks. Niks. Toch? Nee. Dat is het. Nee, alle rechten die een mens heeft, ook, hè, ook formeel, maar ook gewoon wat je iemand gewoon gunt. Maar ook formeel, heeft hij niet. Nee. Nee. Dus in die zin bestaat hij echt niet. En dat is, probeer het bij jezelf voor te stellen. Mm. Maar hoe leef jij dan toch? Want je woont wel ergens, toch? Ja, toen was 2008, 1 jaar vergunning gekregen. Dus in die tijd heb je gewoon verzekerd, een huis gekregen. Gelukkig heb je nu... Voor dat ene jaar? 1 jaar. Dan die 1 jaar die ingetrokken, dan daar begint de procedure. Voor mij helemaal nieuw, ik ken helemaal niet. Dus met de IND, die procedure. Ja, ik weet het niet. Ik voel me, ik heb geen fout ding gedaan. Ja. Dus waarom krijg ik zo leven? Soms vraag ik waarom.
hoe... Tjong heeft 1 jaar een soort verblijfsvergunning gekregen. Ja. Waarom niet langer? Waarom is het zeg maar een probleem? Waarom wordt er niks aan gedaan? Nou ja, je komt uit China, dus op een gegeven moment dan heb je hier geen status, dan moet je terug. De staat erom bekend, de Chinese ambassade, die heb je nodig om terug te kunnen keren. Die werkt niet mee. Sowieso niet, hè. Niet in het geval van Tjong werkt niet mee, maar die werkt standaard niet mee. Dus hij kan niet terug naar China, want dan heb je de Chinese ambassade nodig. En in Nederland is hij niet welkom, maar hij is hier wel. Ja. En dan zit je in een situatie dat je, nou ja, waarin hij zit, en dan zegt de Nederlandse overheid, nou ja, dan rest jou een leven op straat. Nou, gelukkig zijn er mensen die zich om Tjong bekommeren. Hmm. En is er wat geregeld en vooral wat geritseld. En wordt er al 12 jaar lang, al nog langer, wordt er geprobeerd om een oplossing voor dit probleem te vinden. Ja. En nou, dat gaat moeizaam. Kan je je voorstellen dat er nog heel lang niet iets gaat veranderen? Of is dat niet... Ja, voor mij... Ja, het duurt heel te lang voor mij. Het duurt dan veel te lang? Ja, te lang. Ja. Je alleen maar wachten. Hmm. Wauw op, elke jaar. Alleen maar zitten wachten. Die tijd maakt me echt kapot. Ik kan niet volhouden, echt niet. Is er iets wat je het meest boos maakt? Van, ik kan dit niet doen door deze situatie? Ik ben boos geweest. Ja, zeker. Ik ben heel boos geweest. Ik zeg, waarom, wat leef ik? Ik kan niets doen. Waarom leef ik? Als ik zo leef, ik hoef niet meer voor mij. Als ik niets mag doen voor de maatschappij. Dus ja, ik ben heel boos geweest, maar door die mensen om mij heen, mijn stem, neer mij ook, dat ik ben die boosheid wordt langzaam minder. Ik neer ook hoe moet met de emotie omgaan, omdat je weet al, als je boosheid helpt niet. Nee. Dat gebeurt ook niet. Als je elke dag zit aan pieken of huilen, janken, dat gebeurt ook niet. Dus ik probeer gewoon positief te blijven. We hebben de dichter des vaderlands gevraagd. En dan moet ik even... Ik vind het een hele moeilijke naam wederom. Chad Bruinja. Dat is de dichter des vaderlands. En die heeft een gedicht voor jou en over jouw situatie geschreven. En die gaat hij nu voordragen. Ja. Dicht voor het blijven of het gaan van Tjong Sheng Yan. Het pad dat leidt naar het graf van de vrouw van zijn vader is voor de zoon harder. Het galmen van zijn voetstappen maakt het graf van zijn moeder ruimer. In haar witte kleren is zijn vis die spartelt. Geen stam wacht op de tanden van een zaag in een papierfabriek. Geen boom ambieert het om bedrukt te worden met een verzoek of een procedure om te mogen bestaan. Voor de zee voelen de handen van de echtgenoot die zijn vrouw mist na de geboorte van hun zoon droger. De netten die hij uitwerpt zijn stijver. Het gewicht van zijn oog is niet licht genoeg meer om te dansen op de golven. Wanneer de regels die we hebben afgesproken voor het schrijven van een gedicht wetten worden, zijn de gedichten die we schrijven voor de politie. We moeten ze opbergen en meenemen naar het bos waar ze uitkomen. De Chinese staat heeft zichzelf in behandeling genomen. De Nederlandse regering weet niet meer waar ze haar barmhartigheid heeft gelaten. Ik heb 2 handen die kunnen werken. Ogen die willen helpen zoeken. Ik ben niet verzekerd van wat ik bezit. Ik heb een stuk plastic in mijn jaszak waarop staat dat ik van hier ben. En ook mijn moeder is een vis. Als ze hoort wat we elkaar aandoen, spartelt wat er van haar over is op de planken in mijn hoofd. Wie heeft er zin om te roddelen? Yay! Zijn jullie er nog? Ja? We gaan namelijk
naar de roddelroulette. Hebben jullie daar zin in? Ja? Even iets luchtigs? Ja? Ik hoor in mijn oortje, warm ze nog maar even op. Hoe ga ik dit doen? Oké, jongens. Hebben jullie zin in de roddelroulette? Yay! Oké, laten we naar de roddelroulette gaan. Oh jee. Oh jee. Nee. Yay! Bridget en Dre, heeft iemand hier een hele sterke mening over? Ja? Ja, jij? Waar is die bal? Hoe heet dat? Ja. Dat ding. Gooi het even naar de meisje in het roze. Wat vind je hiervan? Ja, ik vind het heerlijk. Ik smul ervan. Ja? En wat ik dus ook heel goed vind, is dat Monique Noël is natuurlijk de ex van Dreetje. Ja. En die zou nu met Tino Martin gaan. Ik smul. Oh mijn god. En de naam van Bridget, Brazes. Ja. Brazes, ja. Hoe bedenk je het? We hebben wat beelden van die... ik vind dit... Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze verliefd zijn. Maar het is allemaal zo naar buiten. En dan gaan ze onder elkaars berichtjes gaan ze reageren. Ja, ja. En dan zit je echt zo met een soort buikpijn. Ja. Zit je ernaar doen soms ook vieze berichtjes, hè? Mm-hmm. Ja. Het is een beetje moeder- en kindgevoelens. Ik denk dat dat maakt me niet eens uit. Heb je dat? Nou, dat gevoel krijg ik wel een beetje, ja. Dat zij een beetje denkt van, god, ik kan hem lekker petten. En lekker, denk je wel eens aan hoe zij seks hebben? Hoe dat dan gaat? Nee, dat ik ook niet, hoor. Gea, ja. Ik heb het gevoel dat jij hier ook wel iets van vindt, of niet? Ja. Gea, Bridget en Dre. Nou, ik vind het ook een heerlijke familie. Ik kom hier iedere week even in de kiosk om de privé te lezen. En die familie heeft gewoon alle ingrediënten. Bruiloften, begrafenis, baby's. Zoals iedere familie. Ja. Vreemdgaan, ruzies, alles zit erin gewoon in die familie. Ja. Ik vind het een geweldige familie. Oké, maar en wat heb je hier ook specifieke mening over? Wat vind je bijvoorbeeld, je zei het even, het leeftijdsverschil is voor mij helemaal geen ding. Nee, maar... nee vind nee? ik ook niet zo'n punt. Kan jij je voorstellen dat jij... met André Hazes junior... Bijvoorbeeld? Nee, dat hij zegt, ik heb heel veel kortingsbonnen op mijn auto. Ga je even mee? Ja, dat is wel een mooie... Dat zou wel... Oké. Ja. Is er iemand hier nog iets over wil zeggen? Als ik hier nog iets... Mag ik hier... Vind je het ook even als ik iets over zeg? Ik vind het gewoon zo heftig dat... hij was natuurlijk met die Monique Noël. En dat was ook heel erg naar buiten. Liefde van mijn leven, bla, 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 bla. En toen was dat uit... En dan ga je na 2 weken of zo, ga je ongeveer 3 keer per dag zo'n Insta-foto plaatsen. Terwijl die vrouw ligt helemaal in de kreukels, die is verlaten, is verdrietig. En dan ga jij alweer zo je geluk zo eruit gooien. Dat vind ik. Dat vind ik. Hallo, dat is toch ook, je hebt een kind met die vrouw. Nou goed, nee, nu moet ik stoppen. Nou, dit was de roddelroulette. Applaus voor de mensen in de roddelroulette. Als jij het wil zeggen, dan moet je het gewoon zeggen, hè? Ja hoor, dat doe ik zeker. Ja? Oké. Okay. Ja. We gaan naar Vrouwen in de Media Award. Vrouwen moeten meer zichtbaar zijn in de media. Dat vindt in ieder geval Marga Miltenburg. Zij startte de Vrouwen in de Media verkiezing. Een aanmoedigingsprijs voor vrouwen die al het afgelopen jaar te zien waren in de media. En dan heb ik het niet over vrouwen die een programma presenteren of wat dan ook. Maar meer vrouwen die in het nieuws waren of iets hebben gedaan wat veel aandacht heeft gekregen. Op 12 februari wordt de winnaar bekendgemaakt in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Dus het wordt spannend voor de landelijk genomineerden die we hier hebben, eentje. En de 5 genomineerden uit de regio die hier zijn. Samen met dus de bedenker van de award. Hier zijn, samen met Marga van Miltenburg, Annegien ten Haven. Jullie hebben allemaal geluid, hè? Ja. Oké. Even kijken. Marga. Ja. Jij bent de bedenker van dit alles. Ik weet niet waarom ik hier naartoe kom. Want, nee. Ja, misschien niet. Zoiets. Nee. Ja. Marga. Vertel even, waarom is dit... heb ik een koekje achter me? Dit gezellig. Oh, dit. Een poef. Mijn poef. Ja. Hallo. Waarom de Vrouwen in de Media Award? Waarom is dat belangrijk?
Ik heb dit, ben dit samengestart met mediaplatform Vaker in de Media, Janneke van Heugden. En ik heb een sprekersbureau, Zij Spreekt. Wij willen allebei heel graag meer vrouwen in de media. En daar zijn we 10 jaar geleden mee begonnen. Omdat het nog steeds zo is dat er minder vrouwen in de media zijn. Te weinig, vinden wij. Het zou wel meer mogen worden. En die award hebben we in het leven geroepen, zodat vrouwen zelf de moeite nemen om zichtbaar te worden in de media, maar ook om redacties aan te moedigen om meer vrouwen uit te nodigen. Vrouwelijke deskundigen die nieuwswaardig zijn. Even, jullie zijn dus enkele... Hoeveel zijn er nou in totaal genomineerd? We hebben nu in totaal 136 vrouwen genomineerd. Gewoon alle vrouwen die in de krant hebben gestaan het afgelopen jaar. Er is 12 provincies, dus 10 vrouwen in elke provincie hebben we dus naar voren gehaald. En 16 landelijke, voor de landelijke prijs. Dus we gaan 14 awards uitreiken de komende tijd. Waarvan Groningen dus, provincie Groningen, ook 10 genomineerden zijn en 5 zitten er hier op de bank. Er zijn 12 provincies, toch? Ja, dat klopt. Dat zijn 12 prijzen. Nou, 10 is 120. En dan heb je 10 landelijke voor de landelijke award. Dus dat is ook overkoepelend. En dan hebben we nog een You Go Girl Award. Voor aanstormend talent. En daar heeft ook een jury zich over gebogen. En dat zijn er 6. Dus in totaal zijn er 136 genomineerden. En die kunnen dus gestemd worden. Jullie kunnen allemaal nog stemmen tot aanstaande vrijdag. En er zijn nu al 60.000 stemmen binnengehaald. Wat ontzettend veel. Wat heel veel is. Vorig jaar was het maximum 25.000. Dus we begrijpen even niet hoe dit kan. Maar het kan dus. Ja. Dus vrouwindemedia.nl. Ga er naartoe en stem nog als je dat niet hebt gedaan. Oké, nou, ze gaan het meteen zo meteen doen. Als het brandalarm afgaat, dan... ik ben even benieuwd. Kunnen we even het rijtje afgaan? Zeggen wie je bent en waarom je bent genomineerd. Mag ik het even zeggen? Janka Stroker. Ja, graag. Janka, sorry. Nee, jullie mogen niet praten, helaas. Nee, Janka Stroker is dus van de landelijke award genomineerd. Dus dat betekent dat je het eigenlijk nog heel veel de media hebt gehaald. En dan op een gegeven moment kom je dan daarvoor naar voren. Hoogleraar. Klopt. In Groningen. Ja. Dus. Applaus. Iets meer. Ja. Hoe is het? Mien. Sorry. Ja. Wie ben jij? Mien. Ja, Mien, waarom ben jij genomineerd? Waarschijnlijk dat ik op Noord een paar keer geweest ben en in de krant. Zeker. Voor een inbraak. Ja. En diefstal. Ja. En mishandeling. Maar nu lijkt het net alsof jij iemand hebt mishandeld en hebt ingebroken. Ben ik ook. Nee. Nee, maar vertel even. Even serieus. Dat, ik, waarschijnlijk daarvoor. Ik wist helemaal niet waar het om ging. Nee, maar dat is ook grappig. Hoe ben jij erachter gekomen dat je was genomineerd? Nou, ik ben gebeld. Het bleek dat ik mailtjes krijg, maar ik win ook elke dag een nieuwe auto en een nieuwe iPhone. Ze heeft al die mails weggegooid. Ja, dus dat is gewoon verwijderen. Ja, volgens mij ben jij gebeld door iemand van onze redactie. En die zei, ja, u bent genomineerd, wilt u langskomen? En toen zei jij, ik weet nergens van. Wist ik ook niet. Nee. Want jij krijgt zoveel mailtjes door wat er allemaal is gebeurd. Ja, maar iedereen toch wel. Je hebt altijd de hoofdprijs gewonnen. Ja, dus ik denk... In ieder geval, genomineerd, gefeliciteerd. Dankjewel. De volgende genomineerde. Ik ben Wieke. Wieke. En ik ben genomineerd. Ik ben raadslid hier in de stad. En ik doe, of althans, ik probeer de goede dingen te doen. En ik heb afgelopen december een grote prijs gewonnen in Europa voor een van mijn initiatieven rondom democratische vernieuwing. Ja. En die mocht ik in Berlijn komen ophalen. En wat ging er door je heen toen je hoorde dat je was genomineerd voor de Vrouwen in de Media Award 2019? Nou, toen moest ik natuurlijk net zo hard... Nee, dat wil je. Nee, ik was heel erg verrast en heel erg blij. En ik vind het ook super belangrijk. Want het was bijna toen jij zei, goh, je hoeft niet te praten. En toen dacht ik, ja, dat is nou precies het probleem. En ook het nut van deze award. Je hoeft niet, zei ik dat? Ja, oh, ja, sorry, dat zei net. Jij net. Tegen Janka. Mij. Ik ga het ook nog eventjes. Ja. Maar dat is nou precies het probleem. Want vrouwen zijn heel weinig zichtbaar. En dat is niet omdat we er niet zijn of omdat we het niet willen. Ja. Maar omdat er vaak mannen aan de talkshowtafel vragen. Of mannen interviewen voor een krant. En ik geef heel veel rondleidingen op het stadhuis aan basisschoolkinderen. En een van de laatste keren was daar een meisje die moest huilen. Want die zei, ik kan dus nooit burgemeester worden. Huh? Want er hangen alleen maar schilderijen van mannen in het stadhuis. Omdat deze stad jammer genoeg nooit een vrouwelijke burgemeester heeft gehad. Uh-huh. En toen dacht ik, ja, het doet ertoe wat onze kinderen zien. En als ze alleen maar, excuse me,
voor de mannen aanwezig, de witte, wat oudere mannen op de televisie zien, ja, dan is dat wat onze kinderen gewoon gaan vinden. En meer, dat is deze verkiezing. Meer rolmodellen. Is, ja. Meer rolmodellen laten zien. Oh. Wieke Paulusma. Ja, Wieke, vertel. Nee, dat was ik. Oh, sorry. Nee, sorry. Sorry. Ik volgende. Marlies van der Weijden. Ja, ik ben Marlies van der Weijgaard en ik werk voor de Rijksuniversiteit Groningen. Ik werk bij het Kapteininstituut en bij ScienceLinks. Het Kapteininstituut, dat is de afdeling, het onderzoeksinstituut voor sterrenkunde. Roosmin? Sorry, ja. Ik zag even iemand blinken. Ja. Sorry, ja. Sterrenkunde. En ScienceLinks is het Science Center van onze faculteit. En ik organiseer al jaren allerlei evenementen over sterrenkunde voor het publiek om daarover te vertellen. Want voor heel veel mensen is sterrenkunde iets wat heel ver weg is. Mm-hmm. Ja, waar ze nooit over nadenken, ook helemaal niet voor hun gevoel iets mee hebben. En wat ik graag wil vertellen is dat het eigenlijk heel dichtbij is juist. We zijn zelf onderdeel van dit heelal. We staan er gewoon middenin. En ja, dat breng ik bij het publiek. En dat doe ik nou al jaren. Ik heb eigenlijk nooit de bedoeling gehad om daar nou mee op de voorgrond te treden. Maar het is zo langzaam een beetje gegroeid. Ja. En de laatste jaren word ik steeds meer gevraagd door de media om erover te komen vertellen. Ja, en dan is het, ik kan me voorstellen dat het in deze tijd soms ook wel een voordeel dan is om een vrouw te zijn, omdat er nu meer focus ligt op vrouwen, toch? We zijn er nu achter, oh ja, er zijn te veel witte mensen op tv, er zijn te veel mannen op tv. Dus heel graag een vrouw. Ik denk dat nog steeds heel veel mannen wel gevraagd worden. Kijk maar naar de landelijke mannen die over sterren kunnen vertellen. Nou ja, ik denk dan voornamelijk aan een aantal mannen nu. Dus er mogen van mij wel meer vrouwen. Dus ja. Meer Marlies. Meer Marlies. Ja. Edith. Ik heb een toneelstuk musical gemaakt over de kinderen in het aardbevingsgebied. Dat ervaren hebben? Over hoe zij zich voelen, mm-hmm, over de aardbevingen. En die musical heb ik in Den Haag laten zien. Aan? Minister Wiebes en aan allemaal andere Kamerleden. Ik ben een paar keer op tv geweest, een paar keer op de radio, dus ja. Daarom. En je bent pas? 13. 13! Je bent... En dan al genomineerd voor Vrouw in de Media. Hallo. Ja, moet kunnen. Gefeliciteerd. Hoe reageerden ze in Den Haag op de musical? Volgens mij wel positief. Want nou ja, ik heb hem laten zien omdat ik boos was over hoe er met de mensen in Groningen werd omgegaan. En ik hield het zeg maar als voorbeeld van, ja, jullie vertellen ons van, ja, als je met je fiets tegen een auto aanrijdt en je hebt schade, dan moet je die vergoeden. Ja. Wat doen zij? Doen ze niet. Dat is een slecht voorbeeld. Nou ja, het is best een goed voorbeeld. Ja, wat zij geven is een slecht voorbeeld. Ja. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je was genomineerd? Dat vond ik best wel cool, want dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus... Nee. Ja, dat vond ik wel gaaf. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hallo. Annegien. Hoi. Ja, Annegien ten Haven. Ik ben boerin in Beerta. En wij zijn dit jaar vorig jaar agrarisch ondernemer 2019 geworden van Nederland, van alle boeren. Nou ja, ik denk dat daarom... Ik genomineerd ben, daar ben ik veel mee in de media gekomen. En sowieso zijn we veel in de media, omdat wij een eigen varkensvleesmerk hebben. Dat is er eigenlijk niet. Mm-hmm. En wij hebben onze hele boerderij omgebouwd naar diervriendelijke huisvesting. En nou ja, onze varkens krijgen voer uit de regio. En het is een heel erg grote zoektocht om het vlees verkocht te krijgen. Mm-hmm. En... ja, dat is wel de reden waarom ik ook steeds wel actief de media opzoek. Omdat ik het verhaal wel graag wil vertellen. En we hebben niet zoveel geld om promotie te maken. Maar als je dan zo je verhaal in de media kunt doen, dan kunnen mensen het ook horen. En dan hoop ik ook dat ze bewust gaan kopen in de winkel. Maar dit is eigenlijk, als ik het even goed begrijp, voor een vrouw heel bijzonder. Dat een vrouw bewust de media opzoekt. Ja. Dat is niet, want over het algemeen van nature
Ja. Nou, in de vrouw zit. Nou is het wel zo dat wij ontzettend veel ronde tafelgesprekken organiseren. Dus bij dat mediaplatform Vaak in de Media zijn heel veel vrouwelijke deskundigen bij aangesloten. Mm. En die kregen ook allemaal trainingen van hoe kun je beter de media opzoeken. Wat moet je daarvoor doen? Hoe moet je ze benaderen en dergelijke? Ja. Tuurlijk, iedereen moet, maar ook mannen. Er zijn ook genoeg mannen die er ook de moeite voor moeten doen om die media op te zoeken. Mm. Maar vrouwen zijn altijd nog iets bescheidener. Ja. En doorgaans, dat kan Janka denk ik beamen. Die doet er allemaal onderzoeken naar. Komt zo nog. En dus dat, de vrouwen zijn daar wat bescheiden in. Dus het dus moet een duurtje hebben af en toe. Ja. Wij hadden met de redactie een leuk idee. Zo van, nou, dan komen die vrouwen. En dan gaan we ze allemaal, zetten we ze neer. En dan mogen ze allemaal pitchen. Dat hebben we volgens mij aan jullie allemaal voorgelegd. En jullie hadden allemaal een heel goed excuus om dat niet te doen. En toen dachten wij, als we 7 mannen hadden gehad, dan hadden die allemaal, hadden ze waarschijnlijk gevochten om wie als eerste mocht. Janka, waarom is dat? Nou, dat heeft een aantal redenen. Dat heeft onder andere mee te maken dat we dat van vrouwen niet zo fijn vinden als ze dat doen. Dus ik ben hoogleraar leiderschap en ik doe onder andere onderzoek naar vrouwen op leiderschaps- op leidinggevende posities. En op het moment dat vrouwen zich als leider gaan gedragen, dan hebben we daarbij het idee van, oeh, dat is wel heel mannelijk. En dat vinden we dan van vrouwen minder fijn. Dus vrouwen moeten eigenlijk bescheiden zijn, want dat zijn namelijk vrouwelijke kenmerken. Dus vrouwelijke kenmerken zijn dat je bescheiden bent, niet op de voorgrond treedt, heel aardig bent, sociaal. En een beetje op de voorgrond treden, dat is dus heel mannelijk. En op het moment dat vrouwen dat dus doen, in de politiek of op leidinggevende posities, dan vinden we dat niet zo leuk. En dan denken we, goh, wat een vervelende vrouw is dat. Dus dat hebben wij allemaal aangeleerd. Ja, dat zit dus heel diep in jullie. Ja, en het is ook zo, dat wordt niet gewaardeerd. Dus we stemmen niet op vrouwen die zich op die manier gedragen. Dus ook vrouwen, wat Wieke zei, is eigenlijk net ermee. Hè? Dus je bent een beetje erin gerold. Of die prijs bijvoorbeeld. Of goh, dat kreeg ik opeens. En toen dacht ik, goh, wat leuk. En dat leren wij onszelf aan. Omdat op het moment dat we zeggen, ja, natuurlijk, ik ben genomineerd. Dat is terecht, want ik ben ook echt de beste. Ja. Dan denkt iedereen een beetje, oh, wat een verschrikkelijk mens. Ja. Het lijkt me heel ingewikkeld om een vrouw te zijn. Los nog van dat je moet bevallen of dat je ongesteld raakt. Nou ja, ik denk dus dat je daar, dus voor een deel moet je daar overheen zetten. Voor een deel moet je ook niet gaan forceren. Maar ik denk dus dat dit soort initiatieven heel erg helpen. En je dus ook wel op het moment dat je daarvoor gevraagd wordt, moet zeggen, oké, nou dan laat ik zien dat een vrouw ook hoogleraar kan zijn. En als nog maar veel meer mensen dat doen, dan is het op een gegeven moment normaal. Ja. En dan is het in een ziekenhuis ook heel normaal dat de dokter een man is. En dat de burgemeester, of dat de dokter een vrouw kan zijn, en dat de burgemeester een vrouw is. Dus we moeten gewoon voorbeelden hebben. Eerst dacht ik een beetje van, vrouw in de media award. Hè? Ik zie de hele dag overal allemaal vrouwen, maar ga ze maar stellen. Nee, ik snap dit verhaal. Ja. En ik zie ook dat het belangrijk is. Als ik nog even naar Mien mag. Ja. Want even jouw verhaal. Kan je nou even vertellen wat er nou is? Want het is zo'n debiel verhaal. Is het ook. Jij ligt in bed. Ik lig lekker te knorren. En toen? Ja, dan hoor je glasgerenkel. En, dus ik denk storm. Maar ik denk, ja, je slaat ook nergens op. Maar je slaapt. Ja, en dan hoor je stemmen. Ja, dan weet je dat er wat anders aan de hand is. Inbrekers. Ja. Inbrekers. Dus ja, en ik heb niet voor niks een dikke pook naast mijn bed liggen. Want ik ben alleen. Mijn man is overleden afgelopen jaar. Dus ik ben alleen. Dus ik denk, ja, vandaag of morgen staan een paar idioten bij mijn bed. Nou, zie je en verwonder u. Dat is dus ook gebeurd. En wat heb je gedaan? Ja, slaan. Met de pook? Jazeker. Ik was blauw na die tijd, maar ik denk die eerste ook wel. Oh, maar je hebt echt gewoon... Ja, ik heb echt geslagen, ja. En geprikt. En zij zijn afgedropen? Nee, natuurlijk niet. Nee? Er zijn 2 jongens, staan één achter en die trekt die pook uit mijn handen. Nee, dus dat toen, ja, dan krijg ik natuurlijk. En toen? Ja, die hebben me bonden blauw geslagen en wouden me wurgen. En dan denk ik, ja, voor hetzelfde geld was verkeerd afgelopen. Want nou, hoe weten die jongens hoe lang dat je iemand zijn strot dichtknijpt? Dus, ik vind het zo knap dat jij zo luchtig erover praat. Want in het begin, als je daarover vertelt, dan moet je een beetje lachen bijna. Dat heb ik ook gedaan op Noord. Ook zie jij mij ook steeds lachen. Ja. Maar wat moet je anders? Je gaat ze ook niet nog eens een keer happy maken door te gaan huilen op televisie. Kijk eens wat mij is overkomen. Oh, zo voel je het ook heel erg. Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Dat is ook een soort trots. En niet zeuren. Het wordt er niks anders van. Het brengt je ook niks. Niet zwelgen. Nee. En ook niet van, oh, waar ben ik zielig? Gewoon naar het werk gaan. Dat is goed. Daar is nog nooit iemand dood aan gegaan. Dus Nou, maar echt heel knap. En ik weet niet wat ik had gedaan als er... ik denk dat ik heel hard was gaan gillen of zo. Ja, maar nee, daar heb je niks aan. Maar... Dan krijg je nog meer klappen. Ja, dan krijg je nog meer klappen. Nee, ja. Goed gedaan. Dank je.
Zet hem op. Applaus voor de vrouwen in de media. Vrouweninmedia.nl. Stel je voor, het is een doodnormale dag. Je rijdt na je bijbaantje op je brommer naar huis. Je kijkt om, je mist iets en je rijdt eigenlijk tegen zo'n provider-kastje aan. Je wordt wakker in het ziekenhuis en later hoor je dat de artsen tegen je zeggen dat je nooit meer zal kunnen lopen. Ja, wat doe je dan? Ga je dan gewoon maar gewoon dat geloven of ga je toch proberen om te lopen? Danny Jager deed het laatste. Hij is hier met zijn fysiotherapeut René Doornbos. Danny Jager, kom erbij. Kijk. Dit is wat Danny aan heeft. Is een exoskelet. Een uitwendig skelet eigenlijk. Dankjewel. Je hoort het ook. En dit is dus eigenlijk niet mogelijk. Nou ja, eigenlijk niet. Het is ongelooflijk. Dit wil je even een uitdaging? Ja. Oké. Wat... kan je vertellen wat je nu doet? Dit? Je stelt iets in. Kom zie. Oh, stukje. Upsakee, zo. Dit is niet handig. Nu het kleed. Dat kleed even weghalen. Ups, van gevaarlijk. Zo. En we staan. Crazy. Applaus, jongens. En dit, kan ik iets voor je doen? Ik sta hier met een beetje. Hoi, hoi. Tim. Danny, hoi. En René. Hoi. Kan ik, dit is je eigen kruk. Ja, klopt. Waarom, waarom kon je niet op een stoel? Het zou ook kunnen, maar deze is de juiste hoogte. Want hij heeft één hoogte als je gaat zitten. Ja. En als je te laag gaat zitten, ja, dan kan je vallen. Of omkanten. Ja. Zoals dicht mogelijk bij de tafel natuurlijk proberen. En eigenlijk, dit dat is een apparaat dat ondersteunt eigenlijk. Dat maakt eigenlijk jouw bewegingen. Klopt. Ja, ik heb een volledige dwarslesie, dus ik kan niet, niet lopen en staan. Nee. En daarom heb ik dit skelet ook nodig. Die doet alles voor mij, die ondersteunt mij en ja, die beweegt mij ook door middel van elektromotoren. Zo'n robocop, ik moet de hele tijd... Ja, zo hoort hij ook. Denk ik. Ja. Dan zijn we nu in de zitmodus. Ga zitten, zet hem op de zitmodus. En dan ga je zitten. Zo, alles in een horloge. Zo. En hij zit. Yes. Jij voelt vanaf onder je borst niks meer. Nee, klopt. Daar heb ik mijn rug gebroken. Van die hoogte. Ja. Maar hoe voelt het dan? Ja, je voelt het dus niet. Maar hoe voelt het dan als je het niet voelt? Of zo? Wat voel jij? Wat mensen ook wel eens hebben met een amputatiebeen, hè, fantoom... pijn, maar bij mij is een soort tinteling. En ik voel dus niet, dat is wel het vervelende. Je moet altijd kijken waar je voeten staan. Dus ik voel niet de onderkant van mijn voet. Ja. Dus ik moet door middel van horen en luisteren en timen, moet ik eigenlijk zo lopen. Dus ik voel het niet, maar wel een soort sensatie, een soort tinteling. Dus een fijne tinteling, of ik dat echt merk, dat weet ik niet. Of echt een connectie nog zit. Of het is een hersen iets, hè, van fantoompijnachtig iets. Dus heel apart, maar ik voel wel iets als je het... Als je zeg maar, stel je doet zo met je vinger, is er dan een punt waar je het niet meer voelt? Gaat het, werkt het ja, zo? Ja, klopt. Ze hebben de dokters ook het uitgelegd. Dat was ook het enge. Als je zover gaat en je gaat net onder de tepel, ja, dan voel ik niks meer. Dat is niet meer van mij, noem ik het dan. Maar ja. Maar en je armen doen het dus nog wel? Gelukkig wel, ja. Anders dus het is een geluk bij een ongeluk eigenlijk? Letterlijk en figuurlijk, ja. Hoi. Alweer? Helemaal gefocust op het exoskelet. Ik ga toch nog even... Die dag. Ja. 2014? Ja, klopt. Kun je daarover vertellen? Je kwam van je bijbaan? Ja, alles. Gewoon ik werkte in de bloemen. Eigenlijk gewoon een hele normale zaterdag. Ik had ook zin in het weekend. Dus ik zat tegen mijn leidinggever. Het is niet zo druk. Zou ik iets eerder weg mogen? Want ik hou niet van om in het donker te rijden. Het werd al wat schemerig. Maar het hele stuk ging ook goed. Maar op een bepaald moment in mijn dorp ga ik altijd rechts. Dat is echt gewoon een standaard route voor mij. Maar daar kwam dus een auto aan. Rechts heeft voorrang, maar ik had nog zat tijd om voorbij te gaan. Weet je wat, ik pak de volgende wel.
Maar ik zag lampen achter me. En op dat moment dacht ik van, nou ja, misschien zit hij achter me. Toch uit nieuwsgierigheid gekeken. En toen ik mijn hoofd weer terug probeerde te draaien. Dus het ging eigenlijk zo? Klopt, ja. En automatisch stuurde, ja, dat heeft iedereen wel eens. Een stuur toch een beetje naar rechts, hè, de kant waar je naar opkijkt. En toen voelde ik al dat mijn voorvelg de stoep raakte. Dus uit paniek, ja, je wil je voet aan de grond zetten. Maar ja, dat heeft geen zin, want je rijdt 20, 30, die voet die schiet er weer af. Ja, dan merk je dat hij gaat. Je hoort het aluminium nog schrapend over het asfalt. En ja, je bereidt je voor iets. Maar dat was voor mij een hele harde zwarte klap. En een hele, net of een granaat ontplofte. Een hele doof geluid. Ja. Maar wat er dus gebeurd is, ik ben met mijn volledige lichaam tegen een elektriciteitskastje aangebotst. En dat was dus even die hele harde shock. Dus dat mijn lichaam die was even weg. Ik was nog knock-out. Nee, het geluk eigenlijk, hè, bij het ongeluk was dat het in mijn eigen dorp was gebeurd. Als het op een landweggetje was gebeurd, dan wist ik niet of ik er zo bij had gezeten. Ja, want automobilisten zie je niet over je heen of weet ik het. Dus ik ben heel snel gevonden. Die wist al gelijk dat het niet goed was. Ik was buiten bewustzijn. En ja, je ziet wat blauwe lampen en dan is het, ja, word je wakker. Ja. De eerste keer dat je bijkwam, wat gebeurde er toen? Of? Nou, eerste wat ik nog herinnerde, eerste wat ik ook zei. Ik zag mijn moeder best wel geëmotioneerd links van het bed zitten. En de eerste wat ik ook vroeg is hoe is het met mijn brommer? Want ik had hem net weer klaar. Hè? Ik had mijn vakantiegeld ingezet. Is het echt gebeurd? Jouw moeder zit dagen al te wachten aan je bed. En dan zeg jij, hoe is het met mijn brommer? Ja, op dat moment helemaal niet bewust. Want ik heb geleerd, als je geen pijn hebt. Hè, ik doe wat gek, ook met motocross. Je doet de gekste dingen, je kneusels wat. Ja. Nou, dat is ongelooflijk voor pijn. Maar ik voelde geen pijn. Dat was ook logisch, je bent verlamd op dat moment. Wat ik wel merkte, het ademhalen ging heel moeilijk. Want ja, die spieren zijn ook helemaal van slag. En ik had mijn rib ook nog gebroken en 2 klaplongen, dus dat hielp ook niet mee. Dus ik was wel best wel in paniek qua ademen. En uiteindelijk, mijn moeder moest vertellen dat ik een dwarslesie had. Je moeder? Precies. En nou ja, dat maakt het ademhalen ook niet makkelijk, dus je raakt in paniek. En dan komt er een dokter bij en dat heeft bij mij echt een beste klap gehad. Ik zei van, ik heb het dwars, wat is dat? Weet je dat niet? Een beetje met zo'n grijns op je gezicht. Nee, totaal niet. Je wist niet wat het was? Nee, ik ben nooit ziek, ik was heel fit en... Mm. Ja, je houdt je niet echt bezig met dat ziektebeeld. Totaal niet. Je bent verder van weg van het ziekenhuis. En wat ik me nog goed kan herinneren is dat de chirurg die pakt een pen en die drukt hem op mijn been. Ik zeg, voel je dit? Ik zeg, nee. Ik zeg, kan je je been ook omhoog tillen? Dus ik echt proberen, maar ja, het voelt net of er een olifant op zit, dus er gebeurt ook niks. Hij zei, dit is blijvend. En de meneer draait zich om. En mijn moeder en vrienden komen dan ook nog binnen. En dan, ja, dat was voor mij echt doodgaan, afscheid nemen. Ja, ik snapte er niks meer van en paniek. Ja, met ademhaling ook nog, dus ik was helemaal... Van de bodem, zeg maar. Los van, dit is waarschijnlijk niet een goede manier om zo dit soort nieuws te vertellen, maar dit klinkt ook wel heel lomp. Of... Ja, dit heeft mij sinds de dag van vandaag nog wel achter. Ja, ik vertrouw heel moeilijk artsen, dat is wel voor mij lastig. Maar ze liet ook wel merken in het traject dat ik niet te helpen was. Dat is misschien heel gek voor te stellen, maar ja, een dwarslesie kan je niet van herstellen. Tenminste, er zijn nog niet zoveel gevallen of helemaal nog niet gebeurd dat je daarvan kan herstellen. Nee. Ja, en dan zak je wereld wel in. Ja, tuurlijk. Dat voelde dus als doodgaan. Je helemaal zwart en dan ben je 19 en dan... Geen idee wat hier voor je te wachten staat. En wat stond er dan voor je te wachten? Hoe gaat het dan verder? Dan ga je een soort van revalideren-achtig? Ja, klopt. Nou, er werden ook eerst allemaal beloftes gedaan. Van je krijgt een kamer apart. En het is, je gaat daar echt leren revalideren, zeg maar. Nou ja, ik lag dus ook uiteindelijk met 4 mensen op de kamer. Allemaal snurkers. In het dus, revalidatiecentrum? Ja, allemaal snurkers? Ja. Dus, ook dat nog? Dat hielp ook niet mee. Dan heb je rust wel nodig. Maar dat was echt... Ja, je bent weer een baby. Je moet helemaal weer overnieuw beginnen. Alles. Leren aankleden, toilet. Überhaupt in je rolstoel komen was al echt een topsport. Was er een moment dat je misschien een soort van berusting had gevonden in het nooit meer kunnen lopen? Nee? Hoe is dat gegaan? Ik dacht, misschien heb je eerst dat je dacht, nou, ik kan nooit meer lopen. Dat is blijkbaar zo. En toen kwam je op het pad van het exoskelet? Of jij hebt nooit een moment gehad... Nee, altijd rusteloos. Echt altijd willen lopen. Dat komt puur door de dokter die het me zo verteld heeft. Dus ik heb zo'n drang om het tegendeel te bewijzen. En in revalidatie, dat is gewoon, ik kan echt wel zeggen, dat is topsport. Dat is een topsportcentrum. Nou, ik hou van sport, maar ja, topsport is ook echt wel een stapje erbij. En je kan nooit nee zeggen. Je hebt nooit een keuze om te stoppen. Je kan wel even stoppen, maar dan krijg je heel snel je hoofd geslingerd. Wil je niet naar huis. Mm-hmm. Dus dat mentaal helpt dat ook niet mee. Nee. Dus, wat gebeurt niet? Dan is het short. Wat gebeurt er? Oh, dat horen jullie. Ja. Wat? Ja, ik moet naar de wc. Maar... Oh, naar de wc. Moet Gea naar de wc? Maar ik red het nog wel even. Je kan het gewoon in het bad doen. Oh, Gea moet naar de wc. Daarom. Dus, Oké. Gea mag... Kan iemand Gea even helpen? Ze zit ook wel al heel lang daar.
Ja, ik wou zeggen, ja. Oké. Okay. Moet ik het doen? Sorry hoor. Nee, geen probleem. Oh, niet. Tegen wie heb je het? Niet? Oké, okay. René gaat Gea eruit halen. Oké. Okay. Sorry. Hoe kwam je er dan... Hoe heb je dat beleefd? Je hoort het? Ja. Je hebt nooit gewoon gedacht, ik ga niet meer lopen? Nee, het eerste, je wil je oude leven weer terug. Het was zo mooi eigenlijk. Hè? En dan voor de finish op je bek gaan, zo voelde het eigenlijk. Helemaal weer overnieuw beginnen. En woede was ook mijn motivator. Nou, ik kan je zeggen, woede is een hele slechte motivator. In het begin heb je er heel veel aan. Maar uiteindelijk zie je wat je eigenlijk kapot maakt. Want je was geen leuk persoon in omgang. Vaak gordijnen dicht, ik zag ook met niemand contact. Ja, natuurlijk vond ik het heel fijn als mijn vrienden er waren. Maar dan ja, hou je jezelf een beetje voor de gek. Ja, het gaat wel goed. En, ja. Maar het ging niet goed. Maar... Ja, op wie was je boos? Of de situatie? Of... Vooral op mezelf. Want ik heb mijn hoofd omgedraaid. Ik had alles in mijn hand. Ik had een heel goed leven. Hè, een jongen van 19, alles voor elkaar, voor mijn gevoel. En door een heel lullig ongeluk heb ik het verkloot. Zo voelde het dan. En nou ja, daar heb ik wel een stuk berusting in gevonden. Want het is een ongeluk. Dat kan gebeuren. Helaas is het mij overkomen. Ja. Dus ja, daar heb ik wel berusting in gevonden. Maar in het begin was het echt heel erg boos op mezelf. Ik kon ook niet eens in de spiegel kijken. Keihard trainen, spierpijn was voor mij geen reden om niet te trainen. Dus ik loog ook altijd tegen de fysio's. Hoe gaat de schouder? Ja, gaat goed. Maar ging niet goed. Ik ging van de pijn. Dus een paar paracetamols en weet ik veel. En maar doorgaan. Ja. Ja, ik wou weer lopen. Dat was echt ongelooflijk. Ja, je houdt jezelf voor de gek natuurlijk. Maar hoe train je dan als je benen het gewoon niet doen? We hadden op het duur wel een paar oefeningen dat we konden staan. Dus in de brug opzetten, drukken. Maar dan kan je staan op je spasmen, dus op je spiersamentrekkingen. Ja. En nou, dat was ongelooflijk zwaar. Maar ja, als we die door blijven zetten en blijven staan en proberen dat been te bewegen. Nou ja, de fysio's, je hebt een volledig letsel. De fysio's die zien ook wel dat het niet lukt. Hmm. Maar je wilt toch staan en lopen. Dus dat waren de oefeningen voor mij. Toch die benen fit houden. Hmm. Ja. Om toch te denken, misschien komt er een dag dat ik denk, ik voel iets. Precies. Dat was mijn hoop. Een hele revalidatie. Zou dat kunnen? Wat is er eigenlijk? Ja, je kunt het zien eigenlijk vanaf je hersenen gaat er een grote zenuwbaan helemaal door naar beneden. En die gaat op allerlei niveaus gaat die van alles aansturen. En nou, waar de dwarslezen zit, vanaf dat punt wordt eigenlijk alles belemmerd. Die schakel is gewoon helemaal weg. Maar dat is gescheurd of dat is geknipt? Ja, of je kunt het gewoon zien dat gewoon helemaal door is. Gewoon een kabel die door is, die heeft gewoon geen verbinding meer met elkaar. Je hebt dan twee gradaties, een partiële dwarslesie en een volledige. Bij een partiële dwarslesie zijn er nog wat verbindingen en dan is er nog wat activiteit mogelijk. Maar als je helemaal door is, dan is er gewoon geen activiteit meer, geen signaal meer. Nee. Die komt gewoon niet meer aan. Hoe lang werk je al met Danny? Eigenlijk met het pak, eigenlijk nu 2 jaar. 2 jaar, ja. Want jij bent echt de fysiotherapeut van het pak? Of? Ja, zo kun je het wel een beetje zien. Ja. De exotherapeut. Ja. Ongeveer, ja, klopt. je glundert helemaal. Ja. Ja, ik ben samen met een collega getraind en opgeleid om met zo'n pak te mogen werken. Ja. Het is nog voor een eerste lijnspraktijk best wel uniek. Dus we noemen onszelf ook wel een beetje de pioniers. Ja. Maar zoals je net al ziet, er zijn zoveel mogelijkheden en zoveel onbekende mogelijkheden, dat we wel denken dat hier toekomst in zit. Ja, want dit is natuurlijk een van de eerste types, hoe zeg je dat, uitvoeringen. Ja. Zeg maar iPhone 1 is dit. Bijvoorbeeld, ja. Toen heette die gewoon iPhone, denk ik. Gewoon iPhone, ja. Stel je eens voor over 10 of 20, stel 100 jaar, nou, dan kunnen mensen met een dwarslesie waarschijnlijk gewoon een soort van, misschien wel rennen. Ja, ja. Ja, volgens mij is dit zelfs nummer 6. Dus je kunt nagaan wat hier voor allemaal zat. Met hout en noem maar op. Dus ze zijn echt wel steeds verder gekomen. En je ziet ook voor beroerte en dergelijke, dat de techniek steeds verder gaat en steeds handiger wordt. Dus ja, ik verwacht echt dat binnen 10 jaar al zeker dat dit eigenlijk al verouderd is. Wat voor jongen is Danny? Hoe typeert hem? Koppig! Groningers het kennen. Nee, maar echt hele goede doorzettingsvermogen. Nou, hij wil heel veel en dat brengt hem ook heel veel. Hij heeft dan de stichting Walk On. En daarmee promoten ze zich heel goed. En doen ook aan alles mee om zoveel mogelijk bekendheid voor dit probleem te krijgen. In de hoop dat hij meer aandacht naar kan komen en meer geld eventueel voor onderzoek. Want, vertel even, je stichting heet Walk On. Is dat van Lee Towers? Nou, het liedje, als je goed luistert, is wel echt wel heel veel toepasselijk, vind ik. Ja, You'll Never Walk Alone ook. Precies, ja. Maar komt het daarvan, of is het helemaal niet... Ja en nee, klopt. Het klonk lekker en toen kwam een nummer erbij en ik dacht, wauw, ja, dit wordt hem. Ja. Dat is best wel topnummer, hoor. Ja, ook wel. Nou, als je daarna gaat luisteren, best wel emotioneel. Want als je You Never Walk Alone, en dat wil ik ook graag, want ik gun dit meer mensen ook.
met een dwarslesie. Ja. Ja. Want dat is het doel van je stichting, hè? Niet dat niet alleen jij dit hebt. Ja. Vertel. Ja, als een tussendoel is een exoskelet. En we zijn bijna een handbereik van een tweede, kan ik wel zeggen. En dan willen we gaan samenwerken met Beatrix-soort of meer klinieken. En dan willen we gaan zorgen dat dit in het zorgpakket komt. Want het moet eerst bewezen worden dat lopen goed voor je is. Ja. En dan wordt het hopelijk vergoed. Daar gaan we voor. Dat, ja, serieus. Roken is wel, of het zitten is een nieuwe roken, zeggen ze. Dat is wel ontdekt. Oh, dat is nog niet ontdekt dat het lopen met een dwarslesie. Of tenminste in Nederland, laat ik het zo. Het is al ontdekt, maar nog niet in Nederland. Dus daar gaan we voor knokken. En als we dat bereikt hebben en we hebben al een beetje een groep kunnen opbouwen, ja, dan gaan we voor herstel. Dan gaan we kijken of we bij herstelmogelijkheden of we daar kunnen aansluiten. Mm-hmm. Dus wel best wel grote doelen, maar ja, je moet ergens beginnen. Ja. Nee, ja, en dat is een heel mooi doel, want de stichting, met jouw stichting Walk On wil je dus eigenlijk dat andere mensen ook een exoskelet kunnen krijgen, kopen. Hoe heb jij hem dan gekocht? Ik ook door middel van evenementen belangs gaan. Echt geld opgehaald? Ja. Wat kost het? Nou, gok eens, wat denk je? Het is een leuke auto. Ik heb geen rijbewijs. Ik heb geen flauw idee wat de auto... Nee, heel leuke fiets. Nee, ga verder. Ja, daar heb ik heel veel verstand van. Nee, een ton? Ja. Echt? De nu is een ton, maar wij hebben hem met een goede deal kunnen krijgen voor 80.000 euro. Ah, nou, dat is een vriendenprijsje. Ik hang je klap. Vriendenprijs, klopt. Maar ja, ontzettend duur. Ja. Innovatiekosten, hè. Je moet eerst iets bedenken en dan moet je het weer op terugverdienen. Dus ja, terecht dat het duur is. Ja. Nou, wat een verhaal en wat knap dat je gewoon hebt bedacht, ik ga zeker nog wel lopen. En we gaan nog steeds door. En wat een eikel die dokter, zeg. Ja. De tering. Ja, het tegendeel bewijzen nu. Klopt. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Met het exoskelet en met je fysiotherapeut. Ja, dank je wel. Dankjewel. Heel erg bedankt dat je er was. Kunnen mensen, is er een website? Exoskelet.nl, ik bedoel... Kan ook. Nee, kan ook. Nou, als je googelt op Stichting Walk On, kom je er heel makkelijk. Maar als je www.stichting-walk-on.nl, Er zit een hele mooie doneerknop. Je kan lezen, je kan doen. En we hopen dat we voor het tweede exoskelet kunnen komen. Ja. Is er iemand die een vraag heeft trouwens? Of iemand die iets wil zeggen? Ja? Dobbelsteen? Oh, ja, hij is daar. Hij is vlakbij. Het is helemaal geen dobbelsteen. Hoi, ik heb een vraag. Zou het in de toekomst ook misschien mogelijk zijn dat de aansturing van het exoskelet... wordt aangesloten op jouw zenuwen die nog intact zijn. En dat er een interface is die de signalen van jouw zenuwen interpreteert als een beweging. En dat je dan gewoon kunt lopen. Of bestaat dat al? Ja, zeker. Er zijn, voor mij laatst nog in Parijs, is er een doorbraak geweest met iemand die dat kon. Voor mij was het een arm. En ook nu met benen, mensen die amputaties hebben, dat veel beter aangesloten kunnen worden. Hè. Dat is dan op de zenuwuiteinde. Dit is natuurlijk echt de kabel, dat is wel wat complexer. Maar er lopen nu al onderzoeken dat kan. Dus binnen 10 jaar, wat René ook zegt, dan gaat dat misschien een mogelijkheid zijn, ja. Zeker waar, ja. Iemand? Nee? Ja? Hiervoor, wacht. Daar kan ik zelf wel naartoe. Heb je dit dagelijks aan? Nee, ik zie het eerst nog als hulpmiddel. Ik train hier 2 keer in de week mee. Ja, buiten dat, ik werk 40 uur, ik doe nog een deeltijdstudie en ik sport nog met handbiken. Dus dit is echt een extra verlenging van mijn training. Tuurlijk, in de toekomst, als de pakken beter worden, dan zou je hem dagelijks aan kunnen hebben. Maar voor nu is het nog geen rolstoelvervanger, maar echt gewoon de meerwaardes, je darmen, je rug. En dat alles gewoon veel fitter wordt, want staan en lopen is wel goed voor je. Daar zet ik me nu voor in, ja. Ja, check. Oké, nou, heel groot applaus voor... Oh, sorry. Nee, geen groot applaus. Nee. Mogen er meer mensen met... Zouden er theoretisch gezien meer mensen met 1 pak kunnen dan? Goeie. Ja, ik heb geen idee, maar vraag maar. Ja, dat pak wat we nu willen is instelbaar. Die is wel een ton helaas, die is wel iets duurder. En dat het voordeel is dat die van 1,60 tot en met 1,90, René, zoiets, die range? Ik denk bijna 2 meter. Of bijna 2 meter zelfs. Ja. Dus dan hebben we een hele brede groep kunnen we dan helpen. Die is gewoon instelbaar, ja. Dus. Antwoord, ja? Wil je er ook een? Nee. Hij is te koop. Nee. Even sparen. Nee. Oké, heel erg bedankt. Groot applaus voor Danny. Ja. Hij was al hartstikke bekend in Groningen en nu ook in de rest van het land door The Voice. Groot applaus voor Hans Hanneman. They said
and he would never ride again. But there's one thing you can't kill in a man. A killing man will never be a dying breed. Vigilante. Vigilante. I know it's driving you insane. When the gun smoke settles on the plains. And again you put an end to your one and only friend. Your enemy, vigilante. Oh, vigilante, don't you know that if you don't stop, there's gonna be a tide roll and a quick drop, and a staring crowd, the last thing you will see. Vigilante. Vigilante. Look at that mirror on the wall. Don't it seem there's no mirror there at all? Just the empty room, and whatever follows you is all you see. Vigilante. Oh, vigilante, don't you know that if you don't stop, well, there's gonna be a tide rope and a quick drop, and a staring crowd, the last thing you will see. Vigilante. Vigilante. Thank you all.